Wat is er nieuw in SketchUp 2021? In deze video laat ik je zien wat de nieuwigheden zijn van SketchUp 2021 versie 0. Eerste release daarvan. Een van de eerste nieuwigheden is een nieuwe installer waar je ook de taal kan kiezen zoals in 2020. Maar de belangrijkste verandering is dat het proces net iets veranderd is. Als je SketchUp hebt geïnstalleerd, dat je daar ook direct SketchUp kan starten. Maar de belangrijkste nieuwigheid is dat wanneer je SketchUp start, SketchUp ook zal zeggen dat er een nieuwe update is, ja dan nee. En die kan je dan ook rechtstreeks downloaden, activeren en installeren. Waar het vroeger naar update ging en dan moest je naar de site en downloaden en terug installeren. Dus dat proces is nu volledig automatisch. Hou er misschien wel rekening mee, het niet altijd het slimste is om direct de updates te installeren. Zeker als je verschillende plugins hebt en net in een deadline zit van een project. Nu, deze waarschuwing geef ik natuurlijk ook voor diegenen die deze video direct zien na de release op de eerste weken half november 2020. Want ja, je kan natuurlijk SketchUp nu downloaden en installeren, maar hou er rekening mee dat nog niet alle plugins op het moment van release werken voor deze versie. En wanneer je dus met een deadline zit voor morgen, lijkt het me niet het verstandigste om dat nu direct te installeren. Dus we raden altijd een beetje aan, je mag het installeren, je mag het proberen, maar hou je productie in de vorige versie nog even, tot je zeker bent dat alle plugins werken voor SketchUp 21. Wanneer jij een SketchUp subscription hebt en die is nog geldig, dan kan je SketchUp 21 gewoon gebruiken. Je hoeft op niets te wachten qua nieuwe keys of whatever. Alleen hou er rekening mee dat een subscription 2 activaties heeft. Als je dus al geactiveerd hebt op een computer en een laptop en je wil 21 nu gebruiken, ga je 1 van de 2 bestaande activaties moeten releasen door gewoon daar een sign-out op te doen. En dan kan je gewoon 21 terug activeren. Dus stel dat je beslaat, ik wil toch even bij 20 blijven, geen probleem. Doe het gewoon de sign-out bij 21 en je activeert er gewoon jouw 20 versie. Wanneer SketchUp toch nog met een Classic License gebruikt, hou er rekening mee dat je in het komende jaar misschien toch best overstapt naar Subscription, omdat dit de laatste versie is met een Classic License. Een van de nieuwe andere dingen je zal merken is dat het SketchUp logo is aangepast en ook enkele icoontjes binnen SketchUp zijn aangepast. Als je gewoon bent om die de Warehouse of Extension Warehouse te gebruiken, zou het kunnen zijn dat je even moet zoeken, want deze icoontjes zijn allemaal geüpdate in de stijl van het nieuwe logo. Dus dit voor 3D Warehouse, voor Extension Warehouse, Layout en voor Extension Manager. Dus deze hebben een update gekregen qua look en feel. En ik geloof ook Make Component dat dat icoontje er net anders uitziet. Het gebruik van SketchUp kan nog steeds op Windows 64-bit, bij voorkeur Windows 10. Voor Mac is het 10.14 en 10.15, dus Mojave en Catalina. Maar ook voor macOS 11, Big Sur. Daarop kan je SketchUp 2021 ook al gebruiken. Bij voorkeur heb je een 3D videokaart, bij voorkeur een NVIDIA GTX of RTX. SketchUp werkt nog steeds op een onboard Intel 500 of 600 serie, maar daarmee ga je natuurlijk niet de beste gebruikerservaring hebben eens je met een groot model gaat werken. Bij voorkeur ook geen NVIDIA Quadro kaart gebruiken. Een van de grootste nieuwe dingen, toevoegingen aan SketchUp, is pre-design. Deze kan je alleen gebruiken wanneer je een subscription hebt. Onder het file menu zal je vinden Start Pre-design en dan zal je een website krijgen waar je eveneens je eigen producten enzovoort zal kunnen aanmaken. Wat is het idee achter pre-design? Dat je eigenlijk een locatie aangeeft en dat je daar alle lokale eigenlijk weerdata kan gaan consulteren. We weten allemaal dat rekening houden met het milieu, omgeving en zorgen dat we zorgen dat we energie-neutraal kunnen gaan bouwen, is dit een tool die ons kan helpen. Omdat pre-design ons kan vertellen, hey, wat is het algemene weer daar in de seizoenen. Maar kan je ook advies gaan geven over heel veel factoren. Zonning, wind, temperatuur natuurlijk. Maar wat zijn ook mogelijk de dingen die je daar kan voor doen? Eveneens wat je best doet of niet doet met bijvoorbeeld beglazing en dat per windrichting.
voor deze locatie? Wat zijn de dingen die je best kan gaan implementeren naar beschaduwing? En de tool zal je ook weten te zeggen wat het effect is van een welbepaalde opstelling. Dus het is een tool die jou heel veel informatie kan geven over wat doe ik best richting beglazing, welk type beglazing, grootte van vensters, beschaduwing. Nu, dit zou je ook kunnen mogelijk bedenken naar hey, waar plaats ik best mijn zwembad en andere mogelijke dingen. Dus er zijn heel veel, is heel veel data, achtergrondinformatie te vinden waarom je beter de ene keuze zou maken ten opzichte van de andere. Dus dit is ook weer een stap naar hoe kunnen we bijdragen om dingen energie neutraler te maken, om te gebruiken in ons design. En net als pre-design hadden we al langer met SketchUp Studio Safari waar we effectief de energieberekening kunnen mee maken. Het volgende nieuwe is Live Components. Mogelijk ken je Dynamic Components. Live Components is next step. En hoe kan je die momenteel gebruiken of vinden? Als je gewoon naar DD Warehouse gaat, ga je elementen vinden, SketchUp Labs. En dat zijn de elementen die SketchUp momenteel eigenlijk zelf beschikbaar stelt. En wat kunnen we hiermee doen of hoe kan je ze herkennen? Door eigenlijk het bliksemicoontje onderaan het element. En dan heb je de optie Configure. Om DD Warehouse te gebruiken, al een tijdje ben je best ingesigned met je Trimble ID. Wat je dan krijgt is eigenlijk SketchUp for Web. Dus je krijgt het 3D-model in je webbrowser eigenlijk. Kan je gewoon orbiten, zoomen, pannen. Maar rechts krijg je dan eigenlijk de interface waarbij je het model eigenlijk kan gaan configureren. Aanpassen, grootte, kleuren veranderen. Welk type, hoe ver moet de deur open in dit geval. Dus er zijn heel wat dingen. Nu, momenteel is het alleen mogelijk met die elementen die SketchUp zelf beschikbaar stelt. Nu, je kan deze natuurlijk ook gewoon downloaden zoals je gewoon bent met elk ander SketchUp model. En rechtermuisklik geeft jou ook de mogelijkheid tot Configure Live Components. En dan krijg je eigenlijk hetzelfde stukje interface terug dat we net zagen. En kan je nog steeds het element aanpassen binnen SketchUp zelf. De belangrijkste nieuwe functie binnen SketchUp zelf is Folder Tags. Je weet waarschijnlijk sinds SketchUp 2020 zijn layers veranderd naar tags. En de nieuwe functie in SketchUp 2020 is dat je folders kan aanmaken. Vroeger had je mogelijk een lijst met allemaal verschillende tags. En bepaalde tags hoorden bij elkaar. En dan had je iets met nummering, of zoals het hier is voor gedaan, zou je er eerst een hoofdcategorie bijvoegen en dan subcategorie enzovoort. Maar wat kunnen we vandaag doen, is gewoon een folder aanmaken, site, in dit geval. En nu kan ik hieronder nieuwe tags gaan aanmaken. Nu, je kan onder folder folders maken en onder folder folders folders. Dus je kan eigenlijk een aantal levels diep gaan. En wat ook mogelijk is, is dat je dan de tekst eigenlijk van het ene niveau in het andere kan slepen. En op deze manier jouw model eigenlijk beter organiseren. Nu, wat is uiteindelijk het doel? Dat je op deze manier gewoon kan zeggen, ja, alles wat site is, wil ik even niet zien. Dus dat maakt eigenlijk het makkelijker om objecten niet alleen per tag op zijn eigen te gaan manipuleren. Hè, dus vooral zichtbaar of niet zichtbaar te hebben. Maar dat je uiteindelijk een hele categorie van iets zou kunnen uitzetten. Wat het natuurlijk weer veel makkelijker maakt om je model, een zwaar model bijvoorbeeld, veel werkbaarder te maken en uiteindelijk een betere structuur in je SketchUp-model aan te brengen. Wat ook handig is, is dat er een search is, dus je kan effectief nu makkelijk gaan zoeken op een deel van de naam om nog sneller een tag terug te vinden. Zoals je misschien ook weet, sinds SketchUp 2022, denk ik, is het mogelijk om ook de SketchUp-tags binnen layout 100% te controleren.
Dat is natuurlijk nog altijd mogelijk. En eveneens heb je dan de mogelijkheid om hem volledig op folderniveau te gaan controleren. Eveneens is het bestandsformaat van SketchUp veranderd en dat heeft eigenlijk weinig effect op hoe je het gebruikt. Maar het belangrijkste is dat een bestand nu de helft van de grootte kan zijn. Een project dat je in SketchUp 2020 saved was bijvoorbeeld 100 megabyte. Als je hetzelfde project zonder iets te doen saved in SketchUp 2021 is het 50 megabyte of zelfs kleiner. Dus dit bespaart je weer opslagruimte en zorgt er ook voor dat het wegschrijven van save en het openen net iets sneller zal gebeuren. Een andere verbetering is Generate Report. Nu, in eerste instantie zal je nog niet veel verschil merken buiten dat eveneens overal het SketchUp logo is veranderd. Maar het belangrijkste verschil is dat deze actie vooral op Windows dikwijls niet het resultaat gaf wat je wou, moest je 2 of 3 keren doen en als het niet lukte, en dan moest je nog met de pijltjes doen. Dus dit venster is compleet herbouwd eigenlijk, zodat het een betere ervaring geeft. Maar nog belangrijkste is dat het ook naar de toekomst toe mogelijk maakt om nieuwe functionaliteit, extra functionaliteit toe te voegen aan Generate Report. Daarnaast zijn er natuurlijk ook kleine verbeteringen en bugfixes. Trimble heeft de release date terug naar november gebracht. Dat was het oorspronkelijke plan. Alleen met de komst van subscription is er in het begin van 2020 een later release gekomen. Maar het doel is weer om in november altijd de grote release te doen. En gedurende het jaar 3-4 kleinere updates te brengen met nieuwere verbeteringen en nieuwe functionaliteit. We hopen alvast dat je heel veel plezier zal ondervinden met het werken met SketchUp 21. Nu, nogmaals, bij het begin van de release. Je mag hem installeren, je mag hem testen, maar denk eraan, niet alle plugins werken. En als je een deadline hebt, en misschien nog niet best om direct over te stappen naar SketchUp 21.